De jeugdopleiding van PEC Zwolle is opgewaardeerd met een ster. Is nu 4 sterren waard. Zorgen jullie zo goed voor jullie jeugd? Nou, dat blijkt. Kijk, de certificering van de KNVB heeft een gradatie van 1 tot 4 sterren. En we waren de afgelopen jaren hadden we een 3 sterren opleiding. En dus je kunt eigenlijk zeggen, het is een soort KEMA-keur van opleidingen bij betaald voetbalorganisaties in Nederland. We zijn met name het afgelopen jaar heel erg druk geweest om die 4e ster te krijgen. Nou, die hebben we gekregen, dus dat is een fantastische start van het nieuwe seizoen. Bas, jouw jeugdopleiding behoort tot de top van Nederland. Heb je daar enig idee van? Kun je dat ook zelf merken? Jawel, het is een goede jeugdopleiding. We hebben een goede samenwerking met school. Ja, als je moet trainen, ben je eerder vrij. En 's ochtends en je hebt minder uren. Dus in die uren kan je huiswerk maken. Dus hoef je thuis na de training hoef je dat niet te doen. En wat voor school doe jij? Ik ga nu naar VMBO 4, examenjaar TL. En nu behoort PEC Zwolle bij de top? Wij behoren tot de hoogste categorie en dus in dezelfde categorie waar ook de grote clubs in Nederland bivakeren. En dat vervult ons met trots. En nou, waar we nu naar streven is de volgende stap te maken. Proberen een regionale jeugdopleiding te krijgen, die status binnen te krijgen. En dat is nog het verschil op dit moment met bijvoorbeeld een Heerenveen en een Twente en een Vitesse. Zou je kunnen zeggen dat spelers van PEC Zwolle meer kans hebben om door te stomen naar het eerste dan spelers van een club die de jeugdopleiding wat lager hebben? Nou, kansen, het ligt er natuurlijk aan of de doorstroom van de jeugd naar de senioren, of die gewaarborgd is. Nou, die is hier gewaarborgd. We hebben het afgelopen jaar zijn er 3 A-spelers die een contract hebben gekregen bij de eerste selectie. En er zijn 6 spelers doorgestroomd van de onder-19, dus de A1, naar het belofteteam. Dus als je zou zeggen van meer kansen, dan zeg ik op dit moment ja. Maar het staat of valt met het niveau wat je aanbrengt op het moment dat de jongens van de jeugd naar de senioren gaan. Ja, is het streng of niet? Ja, eigenlijk wel. Als je niet goed genoeg bent, dan val je af. Ja, merk je dat ook om je heen dan, dat mensen afvallen en zo? Ja, zeker. Goeie jongens. Want we hebben nu ook een hele grote groep, 23 man. En vorig jaar zaten er nog een paar goeie bij, maar die zijn dus eigenlijk afgevallen omdat de groep te groot was. Dus je moet echt vechten voor je plekje, zeg maar? Ja, zeker. En over hoeveel jaar zien we jou in het eerste van PEC? Ja, ik hoop. Nog 2 jaar B, 2 jaar A is 4 jaar. Misschien 5, 6 jaar. Okay. Ja, misschien is het PEC dan wel een Eredivisie topper. En dan kun je mooi de Europa League in bijvoorbeeld. Dat zou mooi zijn.